Voor het eerst in de geschiedenis doet er een jeugdteam van een Eindhovens bedrijf mee aan de Lego League. First Lego League is een techniekwedstrijd voor kinderen tussen de 9 en de 15 jaar. Waarbij kinderen van technisch Lego, van Mindstorms, een robotje moeten bouwen. En op een bepaalde wedstrijdveld in 2,5 minuut heel veel missies moet kunnen doen. Het team is samengesteld uit kinderen van medewerkers van Franken Europe. Ze vinden het goed om kinderen op deze manier de techniek in te krijgen. Als ik naar de energie kijk hier, dan denk ik, waarom doen niet meer bedrijven dit? Het is een fantastische manier om jeugd en techniek met elkaar te verbinden. Nou, ik heb vroeger ook veel met Lego gespeeld. Je kunt zeggen wie niet, hè. En ik denk dat voor mij een hele lage drempel was om hier aan te beginnen. Nu staat er een nieuwe generatie voor die lage drempel. Niet alleen het team van Franken, maar ook 11 andere teams uit de regio gaan de strijd aan met de Lego robots. Om te leren over de techniek, maar ook vooral omdat het leuk is. Het is gewoon heel leuk om elke week met iedereen, allemaal vrienden, bezig te zijn met Lego en met een project. Nou, ik zat thuis en toen kwam mijn vader met het idee van Lego League. En die had dat uitgelegd en toen dacht ik, ik heb zat Lego en ik vind het leuk. Dus samenwerken, nieuwe vrienden maken, met Mindstorm spelen, dat is wel leuk. Ik vind Lego leuk, ik vind de techniek heel leuk en de projecten zijn altijd wel leuk. Ja, je kan eigenlijk van alles een beetje doen en je kan heel veel onderzoeken, ja, uitzoeken. Franke kijkt met het toernooi niet alleen naar de toekomst van de jeugd, maar ook naar de toekomst van het bedrijf. Nou, stel dat van al deze kinderen, ik denk zeg maar 100 kinderen, dat er 20 van besluiten ik ga techniek doen. En dat er 5 van zeggen ik ga bij Franke werken, want dat is tenminste een leuk bedrijf. Nou, dan hoef ik geen wervings- en selectiekosten te betalen voor die 5 alvast. De Lego League bestaat niet alleen uit het bouwen van een robot. Er is ook ieder jaar een thema waar de kinderen over na moeten denken en met een goede oplossing voor moeten komen. Dit jaar is dat natuurrampen. En dus moet er flink nagedacht en geknutseld gaan worden, want over 3 maanden dan zijn de regiofinales.